Ik voel me niet net alsof ik uit Tiof uitzend. Uitzending drive met hier achter schaatsers die zo dadelijk worden weggeschoten. Nou, zo is het eigenlijk ook een beetje, want dan gaat de band beginnen. We hebben verbinding met het podium. We denken dat ook de audio goed binnenkomt. Maar allemaal nieuw en spannend, dus om die reden. Zo dadelijk. Je zag het in uur 4 helemaal aan het einde. René Lenting is presentator. De band betreedt de bühne. Die weten misschien ook niet dat ze aangekondigd zou worden. We gaan schakelen voor het eerst vandaag naar muziek. De toekomstmuziek venue benedenvloer. Collarbones en hun liveset hier. Het gaat beginnen, beste mensen. Ik pak deze mic maar eventjes. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Nou, zijn grote getalen aangekomen. Geweldig, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, nou ja, toch? Of het er één is of twee, dat maakt er niet uit. Live Access, 25 jaar. Ik had eigenlijk een soort rapje in mijn hoofd. He's a relaxed fella, so come on down in his cellar. We play his music and we play Cinderella. Music is the uplifter, the real man shifter, the real space shifter. I say Life Access, 25 years. And that is the reason why we are all here. Te gek. Ja, niet om zelf een statement te maken, maar gewoon dat ik vond dat het even opgeluisterd moet worden. En dat mag best wel even aandacht voor. Ik hou ervan als mensen dingen volhouden. Goed, de band op het podium. Collarbone. Heel veelbelovende band uit Utrecht. Ja, ik ga daar niks aan toevoegen, want ik ben heel benieuwd. Ik heb jullie wel live gezien, dat wel. Waar weet ik ook niet meer. Jongens, veel plezier. Left to the days for sure.
Lekkere band, ik had het al gezegd, uit Utrecht. Hun album Cadmium komt eraan. Aankomende donderdag gaat hij op alle streamingdiensten wereldwijd verschijnen. En we gaan de gasten hier op de bank vragen. Terwijl hier Bart Minderman, dat zag u waarschijnlijk sowieso steeds gebeuren. Er lopen mensen recht voor de camera langs die niet weten dat wij hier ook op deze manier een live uitzending maken.